De industrie kan energie besparen door natuurlijk in eerste instantie naar de eigen processen te kijken. Dat weet iedereen. Maar ik wil toch ook een lans breken voor het echt slimme energie besparen. En dat kan volgens mij op twee manieren extra. Dat is dat de industrie gaat kijken hoe ze in de keten energie kunnen besparen. Producten maken die verderop significant energie kunnen besparen bijvoorbeeld. Of naar de embodied energy van materialen te kijken. De energie die in materialen zit en het hergebruik van die materialen, waardoor je geen nieuw materiaal nodig hebt. Per sector heb je verschillende soorten technologische innovaties nodig om dan grote stappen te maken. En dat is juist de essentie die de verschillende kenmerken van die sectoren in zich hebben. En wat we proberen ook op de middag van de Green Industrie eigenlijk een overzicht te geven hoe dat in die verschillende sectoren gaat. Om een voorbeeld te geven, in de high-tech systems is, laten we zeggen, de levensduur heel belangrijk van een apparaat. Of de use fase. Als je daar veel energie bespaart, maak je hele grote klappers. In essentie is reuse een hele belangrijke. Ik ben persoonlijk ervan overtuigd dat we op den duur het energieprobleem gaan oplossen als we de zon kunnen oogsten. Op een rendabele manier dat naar de processen kunnen brengen, is het grote probleem eigenlijk materiaal. Materiaal is tot nu toe vaak een eenrichtingsverkeer. We gebruiken het en we verbranden het of we storten het. En dat moet eigenlijk stoppen. Dat zorgt ervoor dat in mijn optie reuse een hele belangrijke zal worden voor de toekomst. Ik denk dat we hier er goed voor staan. En dat is eigenlijk ook omdat hier de prijzen hoog zijn, worden we eerder gedwongen om anders te gaan denken. We worden dus creatiever. En een ander voordeel in Nederland is dat we gewend zijn om over bedrijfsgrenzen, over sectorgrenzen heen, compromissen te sluiten. En dat betekent dat we hier gewend zijn om die innovatieve zaken eerder te implementeren dan in andere landen. Ik ben ervan overtuigd dat dat een heel mooi groen speelveld is. Ik zou iedereen willen aanbevelen om op de Cleantech Dag naar de Green Industry lijn te komen 's middags. Ik denk dat u een heel mooi overzicht krijgt wat er in verschillende sectoren speelt. En ik heb het gevoel dat we een aantal echte doorbraaktechnologieën als voorbeeld kunnen laten zien die eigenlijk ondersteunen wat ik daarnet bedoelde.